Minister Henry Ory heeft een onderzoek laten instellen naar corruptieve handelingen bij het departement van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De bewindsman ontkende gisteren voor de ministerraad dat hij namen heeft genoemd rond dit onderzoek, zoals in de wandelgangen wordt gezegd. Belangrijk is dat ik als minister constateer dat een aantal dingen niet correct zijn op mijn ministerie en dan ga je gewoon daar maatregelen voor nemen. En ik verzamel op mijn manier de informatie en ik ben als hoofdverantwoordelijk op dit ogenblik om goed te kijken dat er onderzoek wordt gedaan naar de handelingen op die afdeling. En we zijn daarmee bezig en we komen met gepaste maatregelen. En voorlopig ga ik niet te veel woorden aanvegen meer. Ory zegt dat zaken eerst feitelijk nagekeken moeten worden. Het onderzoek dat nu loopt was volgens hem al ingesteld door zijn voorganger Marie Levens. Deze doorlichting is echter teruggewerkt, tegengewerkt. We hebben gezien dat de klad is ingeschakeld door mijn voorganger. En blijkt dat de klad dus niet de medewerking kreeg over de informatie. Dat de klad heeft geen rapporten uitbrengt. Informatie wordt weggedrukt of niet beschikbaar. En klad kan geen werkzaamheden verrichten, maar dat kan gewoon niet. Hè? Dus wij gaan het anders doen. Wij gaan zelf met een externe figuur gaan we de rapportages bekijken vanaf 2016. En dan komen we terug met het rapport en dan zullen we verdere handelingen doen. Je moet eerst de feiten op een rij hebben en dan zal je dus handelingen moeten plegen. Het ministerie van Onderwijs zal samen met een externe persoon kijken naar rapportages vanaf 2016. Aan de hand van het rapport zal beslist worden welke verdere stappen genomen zullen worden. Ory zegt bij tegenwerking genoodzaakt te zullen zijn om mensen thuis te zetten.